Het eerste bezoek van Paus Franciscus aan Amerika is achter de rug. Het heeft enorme indruk gemaakt op de Amerikanen. Nou, hij begon met een bezoek bij het Witte Huis. Wat vooral veel indruk maakt is dat hij aankwam en meteen in een Fiatje 500 ging rijden. Daarmee wilde hij eigenlijk aantonen, kijk, ik ben een bescheiden mens. En dat was een heel opvallend gezicht hier tussen al die hele grote SUV's. De Amerikanen praten daar eigenlijk het meest over, de paus in dat gekke kleine wagentje. Daarna ging hij dus naar het congres waar hij heeft gesproken, een toespraak heeft gehouden. Hij werd uitgenodigd, notabene door de Republikeinen, die wat anders dan de paus kijken naar immigratie en ook naar die banden die aangehaald worden met Cuba. En daarna trok hij via Philadelphia naar New York. En hier heeft hij werkelijk de hele stad op zijn kop gezet. Als een soort popster is hij ontvangen. Alles is afgezet. De veiligheidsmaatregelen zijn nog nooit zo groot geweest. Hij heeft gelopen door Central Park met allerlei enthousiastelingen. En gisteravond heeft hij hier in Madison Square Garden een soort massale mis opgedragen waar 20.000 mensen bij aanwezig waren. Nou, hij heeft eigenlijk vooral Amerika op zijn kop gezet. Het land is erg gelovig en het heeft enorme indruk gemaakt dat de kerkvader hier voor het eerst in Amerika voet op de grond heeft gezet. Hij is such a good man. And he's all for the poor, the forgotten. And it would be a privilege to even get a little glimpse of him.